Omdat heel je ruimteschip van titanium is gemaakt, kun je dus al die stukken ruimteschip die... Wat is dat geluid? Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe serie, namelijk Subnautica. En ik dacht, het is echt wel weer tijd om een nieuwe serie te beginnen. Laten we gewoon snel beginnen. Ik heb er vet zin in. Nieuw game. We gaan survivalen. Even kijken, wat kunnen we doen? Survival. Freedom. Dan moet je niet eten of drinken. Dat vind ik een beetje lame. Hardcore is een beetje moeilijk, want... Zo lang speel ik het nog niet. En creative is wel een beetje survival. Yep, survival. En ik heb natuurlijk Forest Journey Deep gespeeld. Dat staat nu even op pauze. En Subnautica schijnt een beetje de volgende logische stap te zijn, zou ik moeten zeggen. Het is ook een survival game. Het ligt helemaal in het straatje. Je moet een basis maken. Wederom, echt super goed. En het is een single player game, dus ik speel in mijn eentje. Serenaya die... Ik kan niet eens meespelen, helaas. Maar, weet je. Ik ga gewoon lekker dit spel spelen. En het wordt echt awesome. Oké, we laden even het spel. Lekker laden. Ja, wat zijn mijn ambities in dit spel? Er is net een nieuwe update uit in dit spel. Dus dat betekent dat zelfs als je het gespeeld hebt, je waarschijnlijk nog wat nieuwe spullen ziet. Ik ben nog niet zover dat ik de changelog ga voorlezen ofzo. Press any button to continue. Attention. Het begint. Abandon ship. Oké, jongens, we verlaten het schip. 3, 2, 1. Oh, daar zie je ons ruimteschip. Kleine. Oh, dat was een ruimteschip. En ja, we zijn dus kennelijk wel ontsnapt uit ons ruimteschip, maar het gaat niet helemaal goed. Oh, dit gaat waarschijnlijk helemaal. Oh! Wajo. Ik was even weg. Snel, eruit. Oké, mag ik afspelen? Kom, ik weet het, ik moet doen. Kom. Snel, pak dit. Pick up. Gebruik dit. Naar rechts. Doe dit op het vuur. Gaat het niet? Vuur gaat toch uit? Ja. Nog meer. Het vuur is uit. Chill. Waar ben ik? Huh? Oh, dit is mijn iPad meegenomen. Diep, boep, boep. Greetings, survivor. Great job not dying. Assisting in further survival. Goed gedaan, we willen niet doodgaan. Thanks. You have been issued this personal data assistant. Okay. The interface visible now will organize your inventory, display currently available construction blueprints, and holds other valuable information. Ah, dus dit is onze iPad waarop we dingen kunnen doen. Ik ga wel een beter naam hier verzinnen. Het is onze personal display system. Wat is het? Dinges. Dus dit is onze inventory. Papa, we hebben de brandblusser mee. Dit is wat spullen die we kunnen bouwen. Gaan we straks aan kijken. Voice logs, dus kennelijk kunnen dingen aan ons verteld worden. Worden hier opgeslagen. Oh, zoals dit. Het is 3 uur nadat we op de planeet zijn aangekomen. De lifepod, dat is het dingetje waar we in zitten. Doe dit nog. Chill. Fotoalbum. Foto's maken, oké. En een databank waar je kennelijk dingen over de wereld kan opslaan. Dat is allemaal goed. Nou, laten we kijken wat we hier hebben. Storage. Left mouse button. Aha. Oké, dus deze ding kan ik... Wat heb ik dat geluid gedaan? Deze ding kan ik oppakken. Laat ik wat eten mee. Oh, wacht. Volgens mij hebben we dat nog niet nodig. Links onderin zie je status. Dus we hebben zuurstof. Zuurstof en... levenspunten. Eten. Zit er half vol qua honger. En water. We moeten ook gaan drinken op een gegeven moment. Oké, dus dit moet kennelijk gaan lassen om te repareren. Dit doet het allemaal. Laten we gewoon naar buiten gaan. Met de ladder misschien. Stop. Oké, dat is ons ruimteschip. Die is kapot. En dit is waar we mee moeten doen. Ik ga een afstand nemen. Dan kun je het goed zien. Kijk, helemaal kapot. Of ja, dit is eigenlijk alles wat we dus hebben. En dit is Subnautica. Dus volgens mij betekent het onder de zeespiegel. Nautica. Ik weet het niet precies zo goed. Check deze game. Dit is waar we voor komen. Wat is dit? Abandoned PDA. Aha.
Hey, yeah, je kan allerlei. Picked up a radiation helmet. Wauw, hoe heb je het gewoon gevonden? Dat is amazing. Ja, er zit dus onder water kun je allerlei dingen vinden, zoals bijvoorbeeld deze dingen. Dit is een air. Wat is het? Water? Nee, een bladderfish. Wat stond er nou? Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ik om eerst maar even wat adem te halen. Ja, laten we gewoon beginnen met het verzamelen van vet veel spullen. En dan gaan we daarna maar kijken wat we hiervan kunnen gebruiken. Boomerangvis. Die vissen die heb ik geleerd, die moet je gewoon pakken als je ze tegenkomt. Deze kun je niet pakken, die is te groot. Maar dit kun je wel oppakken. En dan gaan we gewoon spullen pakken tot het er vol zitten. En ja, kijk eens naar deze wereld, jongen. Is toch goed? Geef me die vissen, geef me die vissen. Ja, misschien kunnen we nog wat kristallen vinden. Oh, dit moeten we doen. Break limestone. Oké, nu heb ik een stukje lood opgepakt. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ik vergeet ook eens dat ik eigenlijk nog niet zoveel zuurstof heb. Ik heb wel een beetje ingespeeld. Om te kijken wat voor een spel het is, wat een beetje geschikt is. En wat ik ervan gezien heb, echt super cool. Mensen hebben het ook aangegaan, dus bedankt daarvoor. Dat was wel een goede aanmoediging om dit toch te gaan doen. Nog een boomerangvis. En dit oppakken. We zitten met inventory space. Oh, nog niet eens op de helft. Prima. Titanium. Koper. Ja, goed. Dit kan ik nog niet oppakken. Ik moet een beetje in de gaten houden dat hij... Hier zit meestal nogal... Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Nou, dat is niet veel. Tijd om omhoog te gaan. Oh, 3 oxygen. Oh. Dat is wel ook niet veel. Nog ruimte in, nog een beetje. Laten we even kijken of we deze... Oh ja. Ja man, maar deze game. Ik heb het gespeeld. Stukjes. En het wordt echt super cool. Kan ik het oppakken? Ja, deze wil ik hebben. Nu zit ik waarschijnlijk... Oké, ik heb nog 2 plekjes over. Laat ik dit oppakken. Wat is dit? Zout, toch? Ja. En dan kunnen we gaan kijken waar we dit allemaal voor kunnen gaan gebruiken. Maar ja, het is een survival spel. Dus eigenlijk is het gewoon zo'n beetje zoals je gewend bent van survival spellen. Je hebt weinig. Dit wil ik wel hebben. Je verzamelt spullen. Probeer niet dood te gaan. Probeer een basis te bouwen. Wees awesome. Ja, bekend recept, maar het gaat gewoon niet vervelen. Wat natuurlijk helpt is dat het een nieuwe setting is. Oké, wat gaan we doen? We gaan eerst deze paneeltje die ik gevonden heb, ga ik omzetten in titanium. Dus dan ga ik naar resources, basic materials, titanium, en dan zing. Dit kan ik nog niet automatiseren helaas. Geef niet. Dan is er vet veel hiervan bouwen. Net zolang dat het niet meer kan. En zo kun je eigenlijk alles wat je onder water vindt, kun je omzetten in van deze basic materials. Of niet alles, maar wel veel. Die gloeiende bloemetjes die ik net heb opgepikt. Detecting increased local radiation levels. Daar kun je rubber van bouwen. Trend is consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark matter drive core due to damage. Volgens mij wordt nu verteld dat het ruimteschip buiten opgeblazen gaat worden. Deze. Dus dat gaat volgens mij wel een dikke knal geven. Even kijken, dus ik heb ondertussen wat gegeten en de titanium omgesmolten. Laten we kijken of we voor personal equipment. Deze O2 tank. En daar hebben we wat glas voor nodig. Aha. Kan ik dat al bouwen? Nee. Dus om dat te doen. Moeten we even het glas gaan verzamelen. Even kijken. Als ik rechtermuisknop klik. Dan kan ik dit opslaan. Laten we dat gewoon even verzamelen. Zolang het nog dag is. Want zometeen wordt het nacht. En dan wordt het verzamelen echt heel lastig. Nu weer een Gary fish. Wie is die Gary? Oh. Kunnen we... Oh, dat ziet er slecht uit. Laten we daar niet doorheen proberen te zwemmen. Tenminste, niet doorheen. Laten we het gewoon nu heel snel hier tussen door proberen te... Oh man. Is het lava? Oh nee, ik sta aan de fik. Oké, ik neem wel een beetje schade. Het is ook een tijd dat ik oppervlakte ga. Maar ja, we zijn dus op zoek. We willen glas maken en daarvoor hebben we deze crystals nodig. De
is, hè? Ja, perfect. Kijk, hier is het gewoon. Ja, en dit is dus eigenlijk ook gewoon een groot deel van het spel. Is gewoon lekker rondrennen, spullen oppakken. En Acid Mushroom, natuurlijk. Dat klinkt wel als iets wat ik wil hebben. Kijk, hier zitten vette van die kristallen. Dat is prima. Wat is dit? Oh, dit is nog weer van dat metaal. Ah, hier zit nog meer. Hoeveel zuurstof hebben we? 15 seconden. Oké, dat betekent dat het tijd is. Keihard door te zwemmen. En dan zodra we dan... Misschien moeten we dat nu gaan doen. Oh, ik heb het weer een beetje te krap geplant allemaal. Laten we nog eventjes wat spullen pakken. En dan kunnen we... Oh, deze wil ik hebben. Dit. Ik pak echt alle vissen op. Nighttime approaches zie je. Dit is waarom ik eventjes door wilde werken. Dat je net twee keer spullen kan halen. Kan ik hier nog iets van pakken? Nee, oké. Okay, we gaan de pot in. Gelukkig zit er hier een deur op de onderkant. Dat is echt heel makkelijk. Oké, okay, laten we eerst eens even dat glas proberen te maken. Dus resources. Basic materials. Glas. Daarvoor hebben we twee van die kristallen nodig. Die heet de quartz. Hier wel. Kennelijk hadden we er best wel veel. Dus we konden drie keer glas hebben. En we hadden nog een metal celletje gevonden. Kan ik nu al van die zuurstoftanks bouwen? Yep. Oh, daar hebben we één keer glas voor nodig. Oh, dat is sweet. Dan zou ik er twee kunnen maken. Volgens mij omdat ik dat rubber heb. Kan ik ook al flippers bouwen. Ik maak er gewoon twee. Kijk, dus we worden echt goed gegeerd. Even kijken naar de inventory. Rechtsmuis nog. En pak dit erbij. Dus we hebben één tank op onze rugzak. En één tank in onze inventory. Dus het kost een beetje inventory space. Maar kunnen we wel langer duiken. Dat is wel relaxed. Verder moeten we even kijken of we wat water kunnen regelen. Oh nee, wacht. We moeten eigenlijk heel veel dingen gaan bouwen in het begin. Laten we even kijken naar tools. En dan zou ik graag het mes gaan bouwen. Daarvoor hebben we nog wat rubber nodig. Hebben we nog rubber? Open die storage. Nee. Oké, wat we dan gaan doen. Is eventjes wat van die siliconen omzetten. Ja, ik ga gewoon heel veel hier omzetten. In ingots, die hebben we straks nou... Is dat waar? Nee, volgens mij moet ik dat niet doen. Keuzes. Misschien moeten we proberen om zo snel mogelijk een basis te gaan bouwen. Misschien moet ik dat doen. Kan ik dat al? Daarvoor heb ik deze... Hoe heet het ook alweer? De habitat builder nodig. Daarvoor heb ik een computer chip en een battery nodig. En dat zijn geavanceerde elektronica. Oké, een battery heb ik dus meer mushrooms nodig. Die kan ik zo pakken. En die computer chip heb ik zilver voor nodig. En nog meer quartz. Het zou redelijk makkelijk moeten zijn. En ook van dat table coral sample. Ja, dus dat betekent dat ik dit eventjes ga opslaan. Prima. Wat is nou het eerste wat ik nodig heb? Zie ik überhaupt iets onder water? Ja, wel een beetje. Maar ik moet het waarschijnlijk de gamma heel erg boosten om het chill te krijgen. Hoe zal ik dit doen? Daar heb ik eigenlijk niet zo goed over nagedacht. Maar zitten jullie in elkaar vast? Dan pak ik ze wel eventjes op. Is het mogelijk om een zaklamp te maken? Waarschijnlijk wel. Kijk, spulletjes, tools, zaklamp. Hier. Een batterij en glas. Maar we hebben nog wel... Hebben we nog glas? Echt wel lood, maar één stukje kwarts. Oké. Okay. Weet je wat, ik ga wel even spullen bouwen, wat verzamelen en dan zorg ik even dat het op orde komt en dan zie ik zo meteen. Alright guys, ik ben dat spullen aan het verzamelen. Ik heb al een run gedaan. Calculating risk assessment. Death by malnourishment, 7%. By physical injury, 11%. By exposure to radioactive crash site materials, 19%. If the drive core is breached,
probability of death increases to 65%. Oké, dus de computer vertelt mij op welke manier ik allemaal dood kan gaan. Wat echt super gerustend is. Bedankt daarvoor. Heel informatief, ja, echt super. Dus ik heb wat meer spullen gehaald. Even kijken, laten we eerst de teen omzetten. Dat kost altijd vet veel ruimte. En dan kunnen we wat spullen van bouwen. Even kijken, wat kan ik allemaal maken? Glas, silicon. Ja, als het goed is heb ik nu de spullen om van die, ja, van die acid mushrooms een batterij te bouwen. Ik heb alleen nog geen zilver kunnen vinden, geloof ik. Klopt dat? Ja, ik heb zilver nodig. Maar misschien kan ik ondertussen al wel naar een mes toe. Dan moet ik al allemaal. Ja, kijk, een mes. Dat heb ik. Ik heb wat van het rubber bij gehaald. Dus dat is echt relaxed. Dat we dit nu kunnen hebben. Even kijken. Een air bladder. Silicon rubber en een bladderfish. Dat is echt super cool. Ja, dus ik kan die habitat builder nog eventjes niet hebben. Dat is jammer. Geeft niet. Laten we ook dit maken. Een scanner. De scanner. Dat is ook goed. Ja, ik wil zo snel mogelijk een basis maken. Want op dit moment kunnen we eigenlijk alleen maar deze maken. Waterproof locker. Die zijn ook wel oké, maar niet echt mijn lievelings. We gaan er gewoon eventjes een paar bouwen. Oh, ik kan niet verder bouwen. Mijn inventory is vol. Met echt van alles. Ja, nou een beetje een probleem. Gewoon nergens genoeg ruimte. Oh, dit gaat helemaal fout. Want ik kan nu helemaal niks meer. Kan ik het hebben? Nee. Hoe doe ik het dan? Kan ik het gewoon op de grond gooien? Hoe gooi je je spullen ook weer op de grond? Ik wist het, maar ik ben het vergeten. Moeilijk. Oh, wacht hier. Een medkit. Wauw. Deze medkit fabricator moet je trouwens regelmatig checken, want die geeft dus medkits en die kun je gebruiken om te healen. Ik ga hem nog even bewaren. Ja, ik zit een beetje in een benarde situatie, want ik kan dit dus niet oppakken. En ik kan dit niet weggooien. Ik dacht dat ik dit kon weggooien. Heb ik nou gewoon geen ruimte meer? Nergens. Hoe doe ik dit? Nee, ja. Ook niet. Misschien als ik het... Oké, wacht. Dit moet ik even uitzoeken. In options misschien? Oké, dus ik heb een manier gevonden om ruimte te maken. Om de spullen op te eten. Kan het nu? Hoeveel ruimte heb ik hiervoor? Dit is een 4x4. Dus heb ik 16 vakjes nodig. Dus ik moet nog... Wat? Nog zo'n rijtje vrij. Nee, dit is al 6. 12. Plus 1. Nog 3 dingen moet ik weggooien. Maar wat dan? En hoe? Hoe doe ik het? Oh mijn god, ik dacht, dit is het, maar... Oké, wees vrij. Want ik heb geen inventory space meer. Misschien moet ik er eentje opeten. Zo. Nam. Het kost wel een beetje water om een kist op te eten. Je wordt er een klein beetje uitgedroogd van. Dat is niet echt super erg. Oké, en nu zou ik als het goed is hier weer spullen in kunnen gooien. En dan past het nu in mijn inventory. Yep. En dan kan ik het nu op de grond gooien. Bonk. En dan kan ik nu hier spullen ingooien. Dus ik zou bijvoorbeeld een titanium kunnen opruimen. Een van de dingen die je kan doen is de titanium omzetten in ingots. Maar omdat ik nog niet weet hoe je de ingots weer omzet in losse stukken titanium, ga ik dat niet doen. Want je hebt zometeen heel veel titanium nodig om de basis te bouwen. Dus daarom doe ik het niet. Daar. Ik zei toch dat ik een goede reden had. Dus deploy nog zo'n ding. Shablam. Prima. Ah, nu kan ik eindelijk even de chill opruimen. Misschien ga ik daar ook gewoon wel even mijn ores in doen. 1 kist voor ores. Of voor crystals. Wat zal ik in die kist doen? Ja, gewoon ores en crystals. Prima. Dat is goed. Zo. Stop dit allemaal hierin. Toch een soort van kisten. Je kan die dingen ook met je meenemen, maar ze werken niet echt super goed, want ze hebben dus ja, 16 vakjes ruimte, maar ze kosten ook 16 vaste vakjes ruimte om te hebben. Dus ik heb nog niet echt bedacht hoe dat handig kan zijn, maar ja, goed, dat komt nog wel. Prima, oké, dus dit zijn de spullen. Laten we nog heel even kijken wat het mes kan en de scanner.
Ik denk dat het dan alweer de eerste aflevering is. Er is nog zoveel doen in dit spel. Ik kan echt wel 100 jaar doorspelen. Dat ga ik ook zeker doen. Oké, okay, laten we beginnen met scannen. Wat is dat geluid? Volgens mij kunnen we hiermee alles scannen. Searching. Laten we eerst deze even scannen. Oh, een rabbit ray. Kom hier. Ik voel me echt een soort van kassa-medewerkers. Keeper. Garyfish. Garyfish. Hele life form, Garyfish. En dan waarschijnlijk als ik nu... Oh ja, hier. Hier is die, Garyfish. En langzaam bewegende herbivoren. En ik kan al deze plaatjes scannen. Ik weet nog hoe cool het eruit ziet. Pink alien mushrooms. Of acid mushrooms. Cool, cool, cool. Oeh, meer quartz. En kijk hoe lang ik onder water kan blijven. Ik ben net over de helft. En dan nu met mijn mes kan ik hier... Kom, snij dit los. Pak het op, kijk. Die hebben we zo meteen nodig. Om... Waarvoor hebben we het ook weer nodig? Om zo'n chip te maken. Kennelijk heb je dit nodig om computerchips te maken. Wie had dat ooit gedacht? Maar dat is prima. Oké, nu is het wel echt tijd om een beetje water te gaan pakken. Of water. Lucht. Duurt. Let's go. Maar er is een heel spel gemaakt om duiken. En ik vermaak me echt prima. Ik vind het echt een superleuk spel. Bam, sla dat ding kapot. Wat heb ik gekregen? Copper ore. Oké. Okay. Ja, ik ben nog echt op zoek naar dat zilver. Ik hoop echt heel erg dat ik dat kan vinden. En ik weet nog niet zozeer wat echt goede plekken zijn om te zoeken naar van die oornodes. Volgens mij spannen ze ook niet. Dus dat betekent dat je ook telkens verder op avontuur moet gaan. Maar wie weet. Oh, misschien is het hier wel goed. Oh, wow, hier zit vet veel quartz. Dat wil ik sowieso wel hebben. Goed om me heen kijken. Je kan trouwens kijken, daar is onze escape pod, dus je kan altijd best wel makkelijk weer terug naar huis. Oeh, heel gangenstelsel. Vet cool. Ja, maar er is hier wel echt een wereld aan koorts, zeg. Zo. Wie had dat gedacht? Is dit silver ore? Please. Limestone, titanium. Ah, oh, titanium is helemaal niet. Dat kun je best wel makkelijk vinden. Omdat heel je ruimteschip van titanium is gemaakt, kun je dus al die stukken ruimteschip die je... Wat is dat geluid? Oeh. Oh, komt hij nou de... Nee. Waarom kom je? 30 seconds of oxygen remaining. Oké, okay. Ja, tijd moet gaan. Dat scheelde niet veel. Maar zeker, de lucht... Ik vind het echt... Ik vind het zo leuk om te duiken dat ik het echt zonde vind dat ik gewoon 2 seconden naar boven moet om lucht te happen. Zo leuk vind ik duiken. Wie had dat ooit gedacht? Weet je, ik kan helemaal niet eens duiken in het echt. Ik zou dat wel willen doen. Vooral nu. Nu denk ik echt van... Duiken moet echt vet cool zijn. Dat natuurlijk wel betekent dat als ik ga duiken, dan moet ik wel mijn mes thuis laten. Anders ga ik echt helemaal Subnautica... Subnautica mode, ga ik alles harvesten. Zitten al die mensen wel aan te kijken. Heb jij nou aan? Ja, sorry, ik heb de computerspel gespeeld. Dat gaan we niet doen. Nee. Eerst even een poosje afkikken van Subnautica voordat ik dat zou gaan doen. Maar ja, misschien kunnen jullie wel duiken. In dat geval denk ik ergens een nieuws op. Ach ja. Anyway. Ik denk dat het tijd is om flink wat spullen te verzamelen. Want we hebben nog steeds geen zilver. Nee. En dan kunnen we volgende aflevering misschien zelfs, zodra we dat zilver hebben, kunnen we beginnen met het bouwen van een basis. Daar krijg ik het. Anyway, ik ga de spullen droppen. Dat doet het voor de eerste aflevering. Ik hoop dat je een beetje een idee hebt gekregen van het verzamelen in het spel. Volgende aflevering gaan we verder, denk ik, met het bouwen. Dus we hebben nog lang niet alles ervan gezien. Dus blijf vooral kijken. Ik hoop dat je het leuk aflevering vond. Local radiation readings exhibit characteristics consistent with total degradation of the aurora's dark matter. Dat gaan we ook waarschijnlijk zien in de volgende aflevering. A quantum detonation will occur with a probability of 85.5%. Okay. Dus dit ding gaat waarschijnlijk wel echt exploderen. En ze zeggen, zorg dat je uit de buurt blijft. Waarom nog ook mijn... Anyway, dat gaan we doen in deze aflevering. Laat alsjeblieft een like achter. Laat me weten wat je vindt in de comments. En ik hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens!